Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. In deze wekelijkse uitzending beginnen we met de 5 meest recente Nederlandstalige afleveringen van de Daily Minutes, zoals uitgezonden via PI2NOS. Vervolgens komt de Amateur Radio Newsline met de datum van deze vrijdag met wereldwijd nieuws over onze hobby in het Engels. Aan het eind van de uitzending zenden we de Deutschlandrundspruch uit, het landelijk nieuws van die week van de Duitse amateurvereniging DARC. Deze bijdrage is in het Duits. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1412 met een uitzending voor vandaag 17 september 2018. Dit is het bulletin van maandag. De situatie in de VS verschilt in een aantal opzichten weinig van die hier in Nederland. Ook daar is het aanbod aan echte winkels met aanbod voor zendamateurs aan het krimpen. De website van de ERRL meldt dat het bedrijf Radio City Incorporated in Minnesota, ik ken dat zelf ook, binnenkort na 36 jaar haar deuren sluit omdat de eigenaren met pensioen gaan. Het bedrijf gaat aan het eind van het jaar of eventueel zelfs al eerder dicht. Amateurs in Portugal hebben afgelopen zaterdag voor het eerst een SSTV Radio Party gehouden, SSTV 4080 genaamd. Het is zo jammer dat ik het bericht niet eerder heb gevonden, want ja, dat was wel leuk geweest. Verbindingen zijn er gemaakt op 40 en op 20 meter. Het antennebureau houdt een paar keer per jaar zogenaamde basiscursussen, alles over antennes. Inmiddels wordt er ook een updatecursus gehouden. Die laatste zal één keer per jaar zijn in Amersfoort. De cursus die vrij zeker niet voor zendamateurs bedoeld is, duurt een dagdeel. De eerste van deze updatecursussen wordt heel binnenkort al gehouden op 27 september. Er is nog plek. De cursus is bestemd voor mensen die in hun werk te maken hebben met antennes voor draadloze en mobiele communicatie. En geeft informatie over communicatienetwerken, gezondheidseffecten en de plaatsing van antennes. Ook wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen en het onderwerp risicocommunicatie. Deel 11 van de serie over antennes gaat opnieuw over loopantennes. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de halo-antenne. Een halo-antenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voedingspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de halo-antenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een quad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk. Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1413 met een uitzending voor vandaag, 18 september 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik meld niet zo vaak dingen over onderdelenmarkten die gehouden worden. De lichtmis is echter een waar fenomeen. Aanstaande zaterdag, 22 september, wordt deze markt voor de 37e keer gehouden.
De onderdelenmarkt vindt plaats bij wegrestaurant De Lichtmis tussen Zwolle en Meppel. Ruim 30 jaar geleden kreeg een groep centamateurs uit de omgeving van Nieuw-Leuzen Meppel het idee om een radio-onderdelenmarkt op te zetten. Het begon eigenlijk allemaal met enkele handelaren die hun onderdelen te koop aanboden in het wegrestaurant. Toen deze ruimte in het wegrestaurant te klein werd voor het aantal handelaren, is men begonnen met het plaatsen van stands rondom het restaurant. De markt werd bekender en vele handelaren bieden nu hun koopwaar aan op deze markt, zo schrijft www.veerland.nl. De toegang tot de markt is gratis, waar vind je dat nog? En als het weer niet tegen zit, is de gelegenheid te parkeren in een weiland. Verder vindt er een kofferbakverkoop plaats. Informatie over de markt die dus aanstaande zaterdag plaatsvindt is op diverse plekken op internet te vinden. Onder andere ook op www.veerland.nl. En zoek anders op onderdelenmarkt De Lichtmis. Hierna volgen nog enkele delen uit de serie over antennes die allemaal over het onderwerp loopantennes gaan. Deze serie is voor het eerst uitgezonden in het begin van de Daily Minutes, toen PI2NOS nog een veel beperkter bereik had dan nu. Waarschijnlijk dat dat verklaart waarom het aantal positieve reacties op dit onderwerp een stuk groter is dan bij de eerste uitzending. Deel 11 van de serie over antennes gaat opnieuw over loopantennes. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de halo-antenne. Een halo-antenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voeringspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de halo-antenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een quad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk. Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Deel 12 van de serie over antennes gaat dit keer over de grote resonerende loopantennes. In principe kan de grote loop, zoals we al stelden, als een open dipool worden beschouwd, of een open dipool als een resonerende grote loop. Om te resoneren, dat wil zeggen een ohmse impedantie te hebben, op het voeringspunt moet de loop in omtrek ongeveer gelijk zijn aan een golflengte. Zo'n element resoneert overigens net als veel andere antennes ook op de oneven harmonische van de frequentie waarvoor hij is gemaakt. De richting waarin een resonerende grote loopantenne straalt, verschilt 90 graden van die van de kleine magnetische loop. Straalt een grote loop, net als een open dipool, loodrecht op zijn eigen richting, een magnetische loop straalt juist maximaal in zijn eigen lengterichting. Een grote ronde loop of een quad straalt wel minder energie omhoog dan een gesloten of een open dipool. Daardoor heeft hij ook een heel klein beetje meer versterking, maar meer dan 10% is dit niet. Het richteffect van een grote loop kan worden verbeterd door deze niet één golflengte groot te maken, maar bijvoorbeeld 3 of 5 golflengtes groot. Daarnaast kunnen om de versterking te vergroten extra richtelementen worden toegevoegd, zoals bij een quad of bij een lus- of loopjagi. De polarisatie van een grote loop is horizontaal als hij onderaan of bovenaan wordt gevoed en verticaal als het voedingspunt van opzij zit. Deel 13 van de serie over antennes gaat opnieuw over de magnetische loop. Ik ga wat langer op dit antennetype door, omdat het een antenne is voor beperkte ruimte. Je kunt hem ook binnen het huis opstellen. En veel mensen hebben tegenwoordig natuurlijk minder mogelijkheden dan in het verleden haalbaar was om plaatsing van een antenne mogelijk te maken. Daarnaast is de magnetische loop een van de antennes, zo niet de belangrijkste, die iets doet aan het onderdrukken van de storing waar veel amateurs tegenwoordig door worden geplaagd. Dat laatste is iets waar ik deze serie over antennes nog meer op zal ingaan. Hoe kun je voorkomen dat je storing binnenkrijgt? Ik weet nog dat een paar jaar geleden hier een amateur op bezoek was, misschien weet hij het zelf ook nog wel, die meldde dat ik mijn korte golfantennes makkelijk zo zou kunnen ophangen of opstellen dat ik een sterker signaal zou hebben. Dat is inderdaad waar.
Ik heb mijn draadantennes voor de korte golf echter zodanig opgehangen dat de hoeveelheid ruis die ik vanuit de huizen hier ontvang zo gering mogelijk is. Inmiddels werkt dat al niet meer, het is niet meer effectief genoeg. De hoeveelheid storing is bij mij behalve op 50 en 70 megahertz zo groot geworden dat eigenlijk op alle banden dat ik er flink last van heb en dat me dat kort wiekt in mijn mogelijkheden. Ik wil zelf dus binnenkort ook nog iets gaan doen om die storingen weer kwijt te raken. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in mijn geval een constructie zijn met een aparte antenne voor zenden en van ontvangen. Maar terug naar de loopantennes en dan met name die kleine magnetische loop. De kleine loopantennes worden vooral voor de lagere frequentiebanden gebruikt, ruwweg tot ongeveer 20 MHz. Maar je ziet ook nog wel dat ze voor de banden net daarboven nog worden gemaakt. In de vorige aflevering ging het vooral over de grote loop en bijvoorbeeld de mogelijkheden om zo'n antenne meer versterking te geven. Vandaag gaan we weer naar de kleine magnetische loop. Die antenne waarvan het richteffect 90 graden verschilt van de grote loop en de antenne die in staat is om die vervelende storingen uit de ontvangst weg te laten. Het verschil in 90 graden ten opzichte van een grote loop is opmerkelijk, maar wel begrijpelijk als je er wat verder op ingaat. Een kleine magnetische loop gedraagt zich eigenlijk gewoon als een gekoppelde spoel, zoals bij een transformator, waarbij het hoogfrequentveld dat je wilt ontvangen gezien kan worden als de primaire wikkeling van die transformator en de antenne gezien kan worden als de secundaire wikkeling. Dat de antenne in de richting waar een grote loop het meest gevoelig is een dip heeft zitten, laat zich ook gemakkelijk verklaren. Bij een grote loop staat er een staande golf op de antenne. Dat wil zeggen dat op de tegenoverliggende zijde van de antenne de stroom steeds in tegenfase is. Bij een magnetische loop is de stroom overal op de antenne ongeveer gelijk groot. Dat betekent dat signalen vanuit dezelfde richting als waar de grote loop juist het meest gevoelig is, bij de kleine loop uitdoven. Immers, de spanning in de antenne is in dat geval overal gelijk. En bij de twee antenneaansluitingen stijgt de spanning en daalt de spanning dus op hetzelfde moment. Daardoor kan er op dat moment tussen de beide antenneaansluitingen dus geen stroom lopen. Vanavond vanaf 8:30 vindt weer de DISTA-ronde plaats, geleid door Danny PA2SNK. Dan moet ik het wel goed zeggen. De ronde is te volgen op alle DISTA-repeaters in Nederland. En daarnaast op de stream van Frans PD4FMJ op de website pd4foxmikejuliet.nl. En dan moet je bovenaan op DISTA-player klikken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1414 met een uitzending van vandaag 19 september 2018. Dus het bulletin van woensdag. De datum vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, net als de afgelopen dagen. Vanavond vanaf 8:30 is Slow Scan Radio op 60-70 kHz, als je dat wil horen, denk ik daar dan even aan. Ja, van deze uitzending heb ik normaal script ik alles, maar ik heb niet uitgebreid uitgeschreven dit keer. Maar goed, als ik een keer op de praatstoel ben zit, dan komt dat vanzelf wel. Hè? Ik wil eigenlijk niet te veel aandacht besteden aan dat ik binnenkort op internet verder ga. Ik stop natuurlijk ook niet. Ik verander alleen van de manier van met de manier van verspreiden. Het is wel aardig om er eens bij stil te staan hoe dat een beetje gegaan is met die uitzendingen tot nu toe. Ik ben de wekelijkse uitzendingen begonnen op 17 augustus 2013. Dat was echter niet het begin, want ik heb al vele jaren een podcast. En op 7 september 2011 ben ik daar een bijna dagelijks bulletin begonnen over de zendhobby, waarvoor ik voor het eerst de naam Daily Minutes gebruikte. Ik heb dat maar een maand of drie volgehouden, ergens tot in november, toen er steeds minder afleveringen kwamen. Dan moet ik ook zeggen dat er niet veel respons op kwam en er werd volgens mij ook niet heel veel geluisterd, hoewel ik wel redelijk wat abonnees voor die podcast heb. Maar heel veel daarvan zijn ook geen zendamateur, dus dat valt er niet in, hoe zeg je dat, op de plek waar het zijn moet eigenlijk. Hè? Die wekelijkse uitzendingen die deed ik in eerste instantie een paar keer op 145.4625. Ik heb dat eigenlijk wel langer gedaan op die frequentie met gewoon mijn lokale antenne waar nu PI3XTV op werkt. Dus het bereik daarvan dat was niet zo verschrikkelijk groot. En op aanraden van een lokale amateur, PIA3AEQ, ben ik vervolgens toch maar naar een repeater gegaan, hoewel ik dat eerst niet van plan was. En dat was PI3AMF. Tegelijkertijd ben ik wel op die lokale frequentie doorgegaan.
vanaf 1 januari van het jaar erop. Of nee, niet van 1 januari, maar de tweede of de derde week van januari ben ik op PI3 UTR verder gegaan. Die repeater was er toen net. En vanaf dat moment zit ik iedere week op de vrijdagavond. Die uitzending op die lokale zender, die ben ik ook blijven doen. Dat was op vrijdagavond, volgens mij om 8:30. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat het om 8:30 was, op 145,462 half dus toen. Met de watt of 40. Die uitzending op PI3 AMF, die deed ik om 12:00 s'nachts. Ik heb nog uit die periode twee luisteraars. In elk geval, ik denk nog wel meer over, maar in ieder geval de twee meest trouwe. Dat is PA5 ROB en PD4 EW, die er inderdaad vanaf die eerste uitzending op de repeat erbij waren. Maar goed, ik zat om 12:00 s'nachts. Dan haal je natuurlijk ook die nachtbrakers wel aan, zoals ik het net twee noemde. Maar dat deed ik om zo weinig mogelijk mensen op de repeat met de uitzending te hinderen. Want ik had daar toch een beetje een idee van dat misschien wel een factor was. De repeater AMF die was in die tijd dat ik begon nog een van de drukkere repeaters van het land. Op UTR ben ik de eerste 2 à 3 maanden dat de uitzending er was. Toen zond ik ook nog met de zender in de ether uit. En toen was ik om dezelfde reden begon ik daar 1:30 eerder, om 11:30. 11:30 s'nachts. Dus ja, je hebt dan wel een heel ander rubriek of ander publiek dan dat je op PI2 NOS hebt op een paar tijdstippen dat er toch wel veel mensen luisteren. Maar goed, na een aantal weken gaf dat geen problemen, dat tijdstip. En toen bleek eigenlijk dat er een eerder tijdstip eigenlijk ook nog wel de repeater redelijk leeg was. Ik weet niet, PI2 NOS er toen, die was er volgens mij niet. Die is pas een jaar later weer in de lucht gekomen. Dus het was wel een van de drukkere relais in die tijd. PI3 UTR, zo niet de drukste van deze omgevingen. Maar om 10:30 was het er nooit druk, dus ik ben vervolgens naar 10:30 gegaan. In zekere zin was de Daily Minutes dus, zoals dat in omroeptermen heet, een spin-off van die wekelijkse uitzendingen. En ja, ik begin meestal met een open mind met dat soort dingen. Dus ik heb heel wat afgeëxperimenteerd in de eerste tijd wat haalbaar was. En wat de mensen leuk vonden. Ik heb dat eerste jaar, een half jaar, heb ik het verbindingsjournaal ook nog uitgezonden. Dat was nieuws voor de professionele wereld. Eigenlijk over hetzelfde wat onze hobby inhoudt. Wat meer commercieel, wat meer op de handel gericht. Maar op zich leek dat wel aardig nieuws. Je zag daar toen toch ook allerlei wat technische ontwikkelingen in voorbij komen. Alleen het geluid ervan was niet best en er was nog wel eens wat kritiek op. En ik heb zelf zoiets van, nou wat maakt het uit dat het geluid slecht is. Het is verstaanbaar en het is waardevol nieuws. Hè? Maar goed, ik snap dat ook alweer. Ik ben al vrij snel aan data gaan doen en SSTV. Dat kwam eigenlijk door de zender KBC, waar ik ook bij betrokken ben. Die doen dat samen met Kim Elliott in Amerika, die toen nog voor de Voice of America werkte. En inmiddels zijn er wat meer zenders die dat nu ook doen. Daar richten ze zich vooral op noodcommunicatie. En ik had eigenlijk zoiets van, nou, het kon best wel eens zijn dat voor bepaalde doelgroepen aantrekkelijk is. Hè? Met name mensen die net beginnen. En ja, dat bleek op een gegeven moment, dat was ook een van de belangrijkste doelstellingen van de uitzendingen altijd. Ik ben vooral erop uit met die uitzendingen om nieuwe mensen aan te trekken voor de hobby. Dus om mensen te motiveren, misschien die nog geen zendexamen hebben. En het aardige is dat er toch een fix aantal mensen geweest zijn die in de loop der jaren het zendexamen zijn gaan doen. En die dus ook echt beweren dat ze dat door de Daily Minutes zijn gaan doen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste succes wat ik met de uitzendingen op de repeater behaald heb. En de meeste daarvan die geven aan dat het vooral de digitale uitzendingen waren, de data en de slow scan televisie, waardoor dat gekomen is. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje de reden waarom ik dat bij slow scan radio zo prominent in de uitzending heb zitten. Maar goed, dat blijft de doelstelling nog steeds van de Daily Minutes, ook als ik op internet verder ga. Dus ik zal wat meer mijn best moeten doen om die mensen ook te bereiken. Zeker als ze nog niet met de hobby kennis gemaakt hebben. Hè? Want als je een ontvanger hebt, je komt al snel PI2 NOS tegen, kan ik zeggen. En verschillende moet ik zeggen van die mensen die door die uitzendingen dus het zendexamen zijn gaan doen. Die zijn dat gedaan door, dat is, vind ik wel prachtig, doordat ze een oude scanner bij de Kringloop gekocht hebben. Het zijn toch, ja, ik weet het niet precies. Het zouden er wel eens 40 kunnen zijn die dat aan mij zo verteld hebben. Waarvan ik van een aantal er ook echt wel zeker weet dat het de enige reden was. De uitzendingen, hè? Niet de scanner. Maar een flink aantal daarvan die hebben een keer, omdat ze vroeger wat met zenden deden. Of misschien nog wel wat op illegaal vlak. En die kwamen op een gegeven moment de scanner tegen. En dan kwamen ze op PI2 NOS tegen. En dan die rare man met die data. En dat wekte de nieuwsgierigheid, hè.
Goed. Ja, voordat ik nu helemaal ga mijmeren over vroeger. Ik denk dat ik er een punt achter brei. Ik kan volgens mij toch beter die teksten opschrijven. Dat werkt toch wel beter, denk ik. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1415. Ik ben alweer niet goed bestemd met een uitzending van vandaag, 20 september 2018. Dit is het bulletin van donderdag. De data vandaag is net als de hele week al 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Ik blijf trouwens naar aanleiding van de veranderingen bij de Daily Minutes nog steeds berichten krijgen dat het zo jammer is dat ik met de Daily Minutes stop. Maar voor de goede orde, ik stop dus niet. Ik ga alleen naar een ander medium, te weten internet, zowel YouTube als mijn podcast. Momenteel ben ik de mogelijkheden aan het onderzoeken om de Daily Minutes via een live uitzending op YouTube te doen. De uitzending blijft dan wel opgenomen, hoewel ik zou natuurlijk ook wel eens een keer eentje live kunnen doen. Ik speel hem dan af, maar die manier van werken heeft twee voordelen. Je kunt je inmelden via de chat op YouTube, precies als anderhalve week geleden bij de ballonvosjacht. En ik hoef geen apart videobestand te maken om op YouTube op te slaan. Dat is enigszins tijdrovend. Dat gaat namelijk vanzelf op die manier. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. Eerder was al het chatkanaal van de Daily Minutes aan de orde. En inmelden via Echolink op PI3XTV-R, de repeater die hier bij mij thuis staat. SWL Ron, die vaak op het DM-chatkanaal aanwezig is, die opperde vanochtend om een inmeldenronde via Zello te doen. Ik dacht in eerste instantie, nee! Maar goed, de boel via Zello doen heeft één gigantisch voordeel. De doelgroep waarvoor ik deze uitzendingen vooral maak, de mensen die nog geen amateur zijn, die kunnen dan wel meedoen. Maar goed, dat kunnen ze via de chat ook natuurlijk. Ik heb geen principiële bezwaren tegen Zello, dus op zich zou het kunnen. Enfin, ik ga alle ideeën nog een keer in een hoge hoed gooien en nog eens heroverwegen en kijken wat eruit komt. Meest waarschijnlijk is een combinatie van meerdere van de zojuist genoemde mogelijkheden. Of misschien dient zich ook nog een nieuw idee of nieuwe ideeën aan. In deel 14 over antennes gaan we nog even verder op de kleine magnetische loopantennes. In dit gedeelte gaat het over kleine magnetische loopantennes voor ontvangst. Zoals ik al gemeld heb, zijn de ferrietantennes uit AM-radio's ook kleine loopantennes. De antenne wordt afgestemd met een draaibare condensator die meeloopt met de afstemming van de ontvanger. Bij multibandapparaten zitten er vaak één of meerdere aftakkingen op de antenne die gebruikt worden voor de andere banden. In oude radio's zag je wel dat enkele tientallen wikkelingen aan de achterzijde van het apparaat waren gewikkeld zonder ferriet in de vorm van een raamantenne. Bij modernere radio's zijn de wikkelingen vaak kleiner en zijn ze gewikkeld op een ferrietstaaf. Die staaf zorgt ervoor dat een fysiek kleinere antenne toch een groter effectief antenneoppervlak heeft. Dit soort ingebouwde loopantennes zijn meestal gemaakt van lietsedraad. Dat is draad bestaat uit meerdere dunne draadjes die elk weer geïsoleerd zijn. Op deze lage frequenties helpt dit isoleren van die dunne draadjes tegen het skin effect. In het Engels zijn er verschillende namen voor zo'n ferrietantenne in omloop. Zelf vind ik loopstick wel een leuke. Dit soort ferrietantennes zijn overigens bijzonder ineffectieve antennes, maar op een band als de middengolf valt dat niet zo op vanwege de grote hoeveelheid achtergrondruis op dit soort lage frequenties. Een kleine loopantenne is dus niets anders dan een spoel. De impedantie van zo'n antenne is dus ook vooral een inductieve reactantie. Door de afstemcondensator wordt die spoel gecompenseerd, of eigenlijk die inductieve reactantie gecompenseerd. Omdat de loop een afgestemde kring is met een hoge Q-factor, is de bandbreedte vrij klein en moet die condensator afstembaar zijn. De stralingsweerstand bij een kleine loop is doorgaans veel lager dan de verliesweerstand. En die verliesweerstand die wordt veroorzaakt door het materiaal waarvan de antenne is gemaakt. Door dat verschil en die veel hogere verliesweerstand verdwijnt de meeste door de antenne ontvangen of uitgezonden HF-energie in die verliesweerstand. Bij zenden is dat grote verlies redelijk catastrofaal. Bij ontvangen valt dit mee. Bij frequenties onder 10 MHz is de ruis veroorzaakt door de atmosfeer en door mensen doorgaans sterker dan de thermische ruis die in de ontvanger wordt gegenereerd. Als de antenne efficiënter wordt, worden daarmee niet alleen het gewenste signaal op deze banden sterker, maar neemt ook de achtergrondstoring evenveel toe, zodat we met de bereikte antennewinst niet zo heel veel opschieten.
Deel 15 van de serie over antennes gaat grotendeels wat dieper in op de details van de ongevoeligheid voor interferentie van de magnetische loopantenne. Dat maakt namelijk ook duidelijk in welke situaties de antenne wel of niet effectief kan zijn. Ik begin echter met nog een positieve eigenschap van de magnetische loop. Dat is de hoge Q-factor van zo'n antenne. Een bandbreedte van 10 of 20 kHz van zo'n antenne in de 40 meter band is een heel gebruikelijke waarde. Dat betekent in de praktijk dat zo'n antenne een uitgezonden FM-signaal van een gebruikelijke bandbreedte, dus vanwege de filterwerking van de antenne, al kan vervormen. Overbodig om te zeggen dat die filterwerking ook gunstig uitpakt voor de ontvanger die ernaast staat opgesteld of die erop aangesloten is. Niet alleen wordt de spiegelfrequentie alleen al door de antenne grondig onderdrukt, ook oversturing door sterke signalen van binnen of net buiten dezelfde amateurband worden al zodanig onderdrukt dat de ontvanger hierdoor minder te verduren heeft. Blijft natuurlijk wel het nadeel dat je zo'n antenne voortdurend opnieuw moet afstemmen als je kuur zwaai gaat. Maar goed, aan ieder voordeel zijn uiteraard ook weer nadelen verbonden. Maar goed, omdat een kleine magnetische loopantenne direct op het magnetische veld koppelt, waar andere antennes voor zowel het elektrisch als het magnetische veld gevoelig zijn, is de magnetische loopantenne relatief ongevoelig voor het elektrische veld van nabije bronnen. Dat kwam eerder ook al aan de orde. Er bestaan ook hertziaanse korte dipolen die precies een tegenovergestelde werking hebben van die van de kleine magnetische loop. Dit soort antennes werken uitsluitend op het elektrisch veld en niet op het magnetisch veld. Op golflengtes waar radiogolven zich bevinden zijn storingen die uitsluitend uit magnetische golven bestaan echter zeldzaam. De storingsonderdrukkende werking van de kleine magnetische loop geldt, ook al bevindt de stoorbron die dit elektrisch veld veroorzaakt zich vlak bij de ontvangstantenne. Het effect is even groot of de stoorbron nu op een halve golf afstand van de ontvangstantenne staat of pal ernaast. Dit is een erg waardevolle eigenschap, want bijna alle traditionele stoorbronnen op dit soort frequenties, zoals vonkstoringen van bijvoorbeeld slecht afgestelde bromfietsen, corona-ontladingen, noem maar op, bestaan uitsluitend uit een elektrisch en dus niet uit een magnetisch veld. Echter, het elektrisch veld reikt in tegenstelling tot het magnetisch veld niet heel ver en dooft snel uit naarmate de afstand tot de antenne groter wordt. Een stoorbron die zich verder dan een hele golf bij de antenne vandaan bevindt, zal zich gedragen als een magnetische golf, of de oorsprong van deze golf nu elektrisch is of magnetisch. Een kleine magnetische loop zal daarom dus alleen stoorsignalen onderdrukken die zich op minder dan een hele golflengte afstand bevinden. Op 80 meter zijn dit dus storingen dichterbij dan 80 meter en op 40 meter dichterbij dan 40 meter, maar dat zal duidelijk zijn. Dit is echter niet zo erg. Kleine magnetische loops worden vanwege de grote afmetingen van full-size antennes toch al uitsluitend op de lagere frequenties gebruikt, waar een hele golflengte dus toch nog een flink oppervlak beslaat. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline report number 2134 with a release date of Friday, September 21st, 2018. To follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Hams assist during weather disasters in the Philippines and in the American South. The Ofcom resurrects a little-used prefix in the UK, and a beloved amateur radio retailer in the US is closing its doors. All this and more as Amateur Radio Newsline, report 2134, comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Bloomington, Indiana, here's Neil Rapp, WB9VPG. One of the year's deadliest weather systems proved a challenge for hams as they kept communications open in the storm-wrecked Philippines. Robert Broomhead, VK3DN, tells us more. In the northern Philippines, Typhoon Mangkhut quickly became the deadliest storm on the earth this year, striking on September the 15th. The Philippine Amateur Radio Association activated for emergency communications at the National Telecommunications Commission Regional Office.
Locally, many affiliated groups established VHF radio communications at the Emergency Operations Centre in Clark Freeport. Winds were clocked at 155 kilometres or 96 miles per hour, with gusts as much as 190 kilometres per hour or 118 miles per hour. By Monday, Mayor Victorio Palandigan of Itigon, one of the hardest hit province towns, reported that dozens were believed to have been killed in a landslide and that rescuers would likely not find survivors. Having destroyed homes and taken lives, the typhoon next made its way to South China. The typhoon had just made its approach as a radio communications summit on disasters was convening in Cotabato City on the 14th and 15th of September. It was attended by 500 members of ham radio clubs and civic groups and was considered an unprecedented gathering of its kind for the region. Lectures on emergency communications were being given by the Philippine Amateur Radio Association, which quickly began coordinating with Humanitarian Emergency Action and Response Team as the typhoon hit. Before the storm moved on, 32,000 families were believed to have been affected in central Luzon. For Amateur Radio Newsline, I'm Robert Broomhead, VK3DN. Hams in the U.S. responded to Hurricane Florence when it struck the southern states. Important messages were carried by the VoIP Hurricane Net, as we hear from Andy Morrison, K9AWM. When a local disaster erupted in part of eastern Massachusetts on September 13th, hams were at the ready. The explosion of natural gas lines set off fires in three Merrimack Valley communities, and radio operators went on alert. According to Robert KD1CY, the eastern Massachusetts Ares Section Emergency Coordinator, although the hams were never called up to help since communication remained intact, it was an exercise in readiness. For Rob and many other hams, however, this quickly became a segue into a long weekend. Hundreds of miles away, at about the same time, Hurricane Florence was slamming into the Carolina coast. Whiskey 4 INK with another damage report. KD1CY is on. Go ahead. Okay, this is the town of Pine Knoll Shores, North Carolina. They are currently doing street assessments with their first-in teams. Currently about 50% of their streets are not passable, and that's going to be due to trees down and a lot of power lines down. Okay, have the message. Pine Knoll Shore, North Carolina, 50% of the streets impassable due to trees and power lines down. We'll get that in. KD1CY. That was the sound of the VoIP Hurricane Net. Rob is also director of operations for the net, which began its 35-hour activation early that same Thursday, September 13th. Rob was joined by net controls in Illinois, New Hampshire, and Maryland, and check-ins from around the world, helping pass emergency and priority traffic, as well as surface, wind, and weather reports. Rob told Newsline that even after the net formally ended at 8 p.m. Friday, informal listening continued until around noon Saturday. I mean, we had stations internationally on VoIP. We had people in Europe. I saw actually some Zulu Lima calls in New Zealand. You know, we probably had, between the listen-only capabilities, et cetera, probably over 200 connections. As the world listened, some rescues unfolded too. We also handled a piece of emergency traffic with a water rescue that an amateur operator in Texas had contact with a calling party in that area. There was a person in New Bern, North Carolina, where there were many water rescues that had water up to her waist inside her home. And we called the New Bern public safety authorities to let them know about the rescue. Turns out she was on the list to be rescued, but they had not gotten to her yet. The effects of Florence will be felt in the American South for some time. And as Rob pointed out, hams will be ready, whether they are needed or not. For Amateur Radio Newsline, I'm Andy Morrison, K9AWM. As North and South Carolina residents take the measure of damage left behind by Florence, the ARRL sent out a plea to hams in neighboring states asking for even more assistance. Mark Tarpley, N4UFP, section manager for South Carolina, said in a press release that South Carolina Ares was in need of additional hams to assist with disaster response and was in talks about a mutual aid agreement with the ARRL's Alabama section. The ARRL noted that Ares has
his existing operating agreements with other agencies, including the Red Cross, the Salvation Army, and the Federal Emergency Management Agency. In Minneapolis, Minnesota, an amateur radio mainstay for almost four decades is closing its doors. Kent Peterson, KC0DGY, has that story. There comes a time in your life when, you know, you're kind of on top of the roller coaster. You say, this might be my last ride down. You think, maybe it's time. That's co-owner Dan Fish, KB0XC, who, along with his wife Maylene, have been running Radio City in a Twin Cities suburb for the past 36 years. They've decided it's time to retire. This community has been profoundly supportive. The store was a go-to place for many local amateurs, and its website even lists its location by its Maidenhead grid square. I learned as much from my customers as they perhaps learned from me. It's rare that you're in a business that can give you that kind of feedback. Now, it's almost over. After two farewell appearances at local events on September 22nd and September 29th, the store is shutting its doors after a goodbye party on Saturday, October 6th. True confession time. I live kind of vicariously through my customers anyway, because I talk ham radio all day long. So I kind of have my radios off at home, but it might be fun because I'll start turning my radio on more. Yeah. So it's been fun. On a personal note, Maylene sold me my first rig over 20 years ago. Reporting for Amateur Radio Newsline, I'm Kent Peterson, KC0DGY in Minneapolis. Nothing beats bringing back a good thing, and in the UK, that means a little used call sign prefix. Jeremy Boot, G4NJH, tells us about one lucky young ham. If Mike Jones is feeling like one in a million, or perhaps more like one amongst tens of thousands, it's because of his new call sign, M5PMJ. Mike, who is chairman of the Youth Committee for the Radio Society of Great Britain, had wanted the call sign since he passed his advanced license exam in August during Youngsters on the Air in South Africa. At Utah, he passed the 90-question exam and submitted the paperwork to Ofcom as soon as he got back to the UK. Then the waiting began until, on the 6th of September, he received what is believed to be the first M5 call Ofcom has issued since 2001, 17 years ago. Mike has been a ham since 2011, when he took and passed the foundation exam. Now the student paramedic is feeling prouder than ever with his new full call. He announced on Twitter, "Finally, 7 years later, I've done it." For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. In Huntsville, Alabama, the stage is being set for satellite enthusiasts as we hear from Jack Parker, W8ISH. Time is running out for registration for the 36th Annual AMSAT Space Symposium in Huntsville, Alabama. This year's gathering will be at the U.S. Space and Rocket Center, and hotel accommodation will be at the Marriott next door. Organizers are asking that hams planning to attend book their stay no later than the 10th of October, and if they're staying at the hotel, use the reference number M-B-I-H-H-X-T-A. That'll get you a group rate of $104 per night. Coming just a few weeks after the annual Huntsville Hamfest, this gathering will be held November 2nd through the 4th and will include AMSAT North America's annual general meeting. For Amateur Radio Newsline, I'm Jack Parker, W8ISH. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the W5JAS repeater in Jasper, Texas, on Monday nights at 7:30. What are radio scouts doing? Well, as we hear from Bill Stearns, NE4RD, they're making big plans and activating stations. This week in radio scouting, we're a month away from the largest scouting event in the world. Jamboree on the Air and Jamboree on the Internet is an international fun and exciting annual experience for all young people in scouting using the widest range of technology communication channels to educate, promote culture awareness, develop tolerance, as well as enhance sharing, collaboration, and teamwork, along with building a sense of belonging to the worldwide scout movement. It is a travel-free jamboree that takes place wherever you are in the world. This year's Jota Jody is October 19th through the 21st. For us amateurs, it's an any band, any mode, any power opportunity to connect the youth around the world with other scouting units and interested parties. It's also, for many, their first introduction to amateur radio and possibly a merit badge, a radio patch, a check mark towards an advancement, and definitely a great time. This year, we have almost all call areas represented with a K2BSA call sign.
Bill McFarland, KE1HT, will be activating K2BSA1 from St. Helena's Chapel in Lenox, Massachusetts. Joseph Rohr, K2RPH, will be activating K2BSA Portable 2 from Estelle Manor Park in Mays Landing, New Jersey. Sean Wolf, W8SJW, will be activating the K2BSA Portable 3 from Camp Potomac in Old Town, Maryland. Paul Trotter, AA4ZZ, will be activating K2BSA Portable 4 from the Troop 49 Scout Barn in Charlotte, North Carolina. Michael Wrights, W5EVT, will be activating K2BSA Portable 5 from Connor Pavilion, Lake Park on Lake Louisville in Louisville, Texas. Chris Clark, W6CBC, will be activating K2BSA Portable 6 from Camp Emerson in Idlewild, California. Robert Crow, KA8CDC, will be activating K2BSA Portable 8 from Sandcrest Scout Reservation in Wheeling, West Virginia. Thomas Bingham, KC9KOA, will be activating K2BSA Portable 9 from Potato Creek State Park in North Liberty, Indiana. Notably missing are the call areas 0 and 7. So if you're interested in using K2BSA call sign from those calling areas, register on our website. If your station will be on the air whether you have scouts attending or not and will be actively participating in JOTA, then please register on the JOTA Jody site or use our shortcut of jota2018.k2bsa.net. There are 200 stations in the U.S. that are currently registered, so if you are looking to volunteer, search the list and find a location near you. For more information on JOTA or radio scouting, please visit our website at k2bsa.net. For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. A group of YLs plan to honor two submarines lost in World War II and is looking for even more YLs to join them. Here's Heather Imby, KB3TZD. The USS Batfish Amateur Radio Club in Oklahoma is getting ready to welcome a group of YLs on board the submarine to call CQ as WW2SUB in October. The YLs will be honoring the USS Wahoo and the USS Dorado, which were among the 52 U.S. submarines lost during the Second World War, being honored by the Batfish's Amateur Club. The YLs will be operating from October 12th through the 14th, even sleeping on board and experiencing life on the submarine, which now houses an exhibit that honors military veterans and is permanently kept in Muskogee, Oklahoma's War Memorial Park. The YLs aren't just looking for contacts and QSL cards. They're also in search of other YLs who'd like to join them on the air. Michelle Carey, W5MQC, said that any YL who wants to join the operation that weekend should send an email to her at w5mqc@yahoo.com. Michelle said that the YLs will most likely be operating on 20 and 40 meters, mostly SSB. According to the club trustee Wade Harris, KF5IF, although YLs have operated from the Batfish before, this is the first time for a group of YLs to do so as a formal event. The weekend operation is being done under the auspices of the Young Ladies Radio League, the YLRL, where Michelle is District 5 representative. But any YL can participate regardless of whether she is a member of the league or not. Michelle also noted that any YL who does not yet have her license but is interested in experiencing what it's like to be on the air can also stop by and receive some guidance from a licensee. She called the USS Batfish weekend operation, quote, a unique opportunity for us to come together and help each other out while calling CQ and honoring those lost during World War II, end quote. For more information about the Batfish Radio Club, visit their website at ww2sub.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD. In this week's World of DX, Pista HA5AO will be active as 3DA0AO from Swaziland through the 28th of September. He will operate mostly CW, RITI, and FT8 on 80 through 10 meters, QSL via OQRS or via his home call. The complete log will be uploaded to LOTW 6 months after the de-expedition. Bill, G0CXF, is active from the Camotes Islands in the Philippines as DU7/G0CXF for the next 6 months. He is operating on single sideband and PSK, mostly on 80, 40, 20, and 6 meters, and looking for contacts into Europe, the US, Canada, and Australia. Check QRZ.com for QSL details. A team including Hans, HB9BXE, Nicola, IZ,
KB0SNY and Elvira IV3FSG will be operating as H88X from Panama from the 24th of September to the 9th of October. They will operate single sideband, CW, and digital modes on various bands, QSL via I0SNY direct or through the Bureau at 9A5URI. Our final story comes to us from New Zealand. It's about amateur radio contact with cars, but this has nothing to do with operating mobile. Jim Meachin, ZL2BHF, explains. Any ham who's ever chased Ready X or tried for a special event in a pileup knows the frustration of the QSO that got away. But have you ever considered all those contacts you never wanted in the first place? That's what happened recently on 434.050 MHz in New Zealand, where a repeater transmitting on that frequency turned up some unintended contacts. Not far away from the repeater, motorists in the business district of Invercargill discovered one morning that they were unable to get into their locked cars. The vehicles had been secured with keyless entry fobs, so common these days with newer cars, remotes that operate by short-range radio transmission. One local auto dealer was quoted on the website The Stuff as saying that people had begun coming in for replacements for their car remotes, believing their devices had malfunctioned. After local police contacted the Radio Spectrum Management Compliance Office of the Ministry of Business, Innovation and Employment, an investigation determined that the culprit was a repeater registered to amateur radio operator Daniel Erickson, ZL4DE. The news report on the website noted that the repeater was allocated the transmit frequency of 434.050 MHz in its license, but, as it turns out, so are the car remotes. According to the RSM compliance manager, Fadia Mudafar, hams have primary use of the frequency range between 433.050 and 434.920 MHz, the same frequency range as the car remotes, which are approved for short-range secondary use. The result? Unwanted QSOs with the cars. Well, the repeater's gone off the air for now until a solution can be worked out. And soon enough, everyone should be back in the driver's seat. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meachin, ZL2BHF. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, the ARRL, the Associated Press, CQ Magazine, Daryl Paul, KI6MSP, Hap Holly and the Rain Report, KMSP Television, Ohio Penn DX Bulletin, the Philippine Information Agency, QST Magazine, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and your listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Neil Rapp, WB9VPG in Bloomington, Indiana, saying 7-3, and as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2018, all rights reserved. How did Echolink evolve and when? We'll find out in 5, 4, 3, 2, 1. From the studios of the Radio Amateur Information Network, I'm Will Rogers, K5WLR, with a September 15th rain report. These days, it's not unusual to find an Echolink interface on local VHF and UHF repeaters worldwide. The man behind Echolink is Jonathan Taylor, K1RFD. Jonathan talked about combining the old with the new in a 2004 Dayton Hamvention talk. Echolink is a Microsoft Windows-based program which achieves a voice-over IP system. It works with either custom interfaces or the multi-mode interfaces which are used for other modes such as PSK31 and HF. It uses a centralized validation and security mechanism, and fortunately, it has become popular since May 15, 2002. Well, we've added 125,000 registered users in 148 countries, and this appears to be a pretty much linear growth pattern, so that growth continues.
There are currently about 5,800 active RF nodes worldwide, most of which are part-time. You'll typically see about 1,500 RF nodes online on Echolink. There are actually four different types of Echolink nodes that work in any of two different modes. There are repeater links, which are simply links to a local repeater, either with equipment at the repeater site or through a transceiver that's tuned to the repeater pair. A simplex link, which can operate on a simplex frequency. A single user, which is somebody sitting at a PC who's been validated for Echolink using the PC speaker and microphone in sort of a remote base fashion. And a conference server, which actually uses different software, a package called The Bridge, which is simply a conference server that can allow multiple stations to connect and carry on one QSL, equivalent to a reflector in the IRLP world. Typical uses of Echolink are to link either distant or local repeaters together. Basically, when you have a voice over IP link between repeaters, you have effectively joined the coverage area of two repeaters. And that can either be a repeater that's 1,000 miles away, or it could be a repeater that's on the other side of the state. For example, you could imagine a link up where all the major repeaters in southern Ohio have been interconnected by a voice over IP link. And what you have in effect is a super repeater, which allows mobile stations that are in the coverage areas of any of those repeaters to communicate with each other. Tremendous public service possibilities. You can also extend the range of a repeater through a simplex link, basically having the equivalent of a remote receiver and transmitter connected to the primary repeater site through the internet. And finally, with Echolink, you can access or monitor a distant repeater using a PC. Here's an example of a simplex-to-simplex link, where my link in Connecticut is linked over the internet to Terry's link in Sydney, Australia. Basically, any mobile station that's in range of my simplex link can communicate with any simplex station that's in range of Terry's. It sort of forms a wormhole between the two sites. Another example is we have a repeater in Connecticut, which has an Echolink node. It allows remote stations to connect to it both in PC or RF fashion. In this example, we have two stations using PCs that are connected at the same time to the Echolink node in Connecticut. And finally, and this is, I think, one of the most powerful features actually of any voice over IP system, is the ability to do on-demand repeater-to-repeater links. When the need arises, you can set up a link where no link existed before. As long as all the stations involved are equipped with the correct hardware and software, you can say for the following purpose, which could be disaster communications, I want to link the following repeaters together. And this sort of ad hoc linking is one of the real powerful features of the voice over IP systems. When you're using Echolink, either in the single user mode or in the sysop mode, you do have a graphical user interface, which displays the current list of logged on stations. We have sort of an explorer type view where a list of all the various locations is shown as folders on the left, and then a list of the logged on stations in that folder is shown on the right. Behind the scenes is sort of a lot more than meets the eye. There's a fair amount of stuff packed into the Echolink executable. Underneath the user interface are a number of major subcomponents which deal with things like security, with the actual voice over IP transport from node to node, with dealing with things in sysop mode such as generating a Morse code ID or a sampled speech generator when it announces that a station has been connected or if it identifies itself in voice. Those are actually samples of my own voice that are used inside the program. And also some DSP functions. There's a DSP filter available to filter out PL tones. It uses a digital audio mixer to combine signals from various sources inside the program. It also has an onboard DTMF decoder, which is an option that can be used, so you can do DTMF detection in software through a DSP technique. There also is a couple of mechanisms for remote control, including an internal web server and a dial-in remote control feature. One of the misconceptions about Echolink is that all the communication between stations is going through a server, and this is simply not the case. The servers are used for validation, security, and for directory services, essentially, to keep track of who's online and what their status is at the current moment, and it's specifically what their IP addresses are. The system actually consists of a number of servers. There is a central validation server, which holds the database of all the Echolink users in the world, and which becomes sort of our central point of control for the system. But there's also a set of what I call regional addressing servers, which are sort of satellite servers to these. These are completely fault-tolerant, load-balanced systems. Each regional addressing server holds a cached copy of the user list, and also keeps a live copy of the users that are logged in. These regional addressing servers talk to each other every 20 seconds, sending deltas of what's changed since the last time the update was sent. In that sense, all the regional addressing servers, and there are currently four of them, stay in sync, plus or minus
20 seconds. And this way we can achieve load balancing and be able to scale the system so that if we were to double or triple or quadruple the number of users, it would simply be a matter of adding more of these regional addressing servers to support the load. Plus, if you shoot any two or three of them, the system stays up. You're listening to a 2004 Dayton Hamvention presentation about Echolink, a software package that combines the best of amateur radio and the Internet. We'll conclude this excerpt from this 2004 Hamvention talk by the mind behind Echolink, Jonathan Taylor, K1RFD, in a moment. This is the Rain Report. I'm Will Rogers, K5WLR. We'll be right back. You're listening to the Rain Report from www.therainreport.com. The basic components are a computer, personal computer running any version of Windows, and the Echolink software with an internet connection through a modem. It can either be a dial-up connection or a broadband connection is preferred. A sound card interface that connects the sound card of the computer to your transceiver, and the transceiver is used as the link into the RF world. And as I mentioned before, that can either be tuned to a simplex frequency or can be tuned to the frequency pair of a local repeater. So as long as the node is within earshot of a repeater, you can have an effective link to that repeater. It's also possible, of course, to place the whole kit and caboodle at the repeater site, and that has certain advantages in some situations. You sometimes have more control over the audio paths and things like that. Interfaces for linking fall into several categories. There are the special purpose linking interfaces, which have built-in DTMF detection, which sometimes gives higher performance, sometimes have audio routing options that make it easier to connect the other equipment, and also can be used for the carrier-operated squelch interface to the receiver for more reliable detection. You can also use generic sound card interfaces, such as the types used for HF digital modes, and there are many of them available. It will work with either type. And there's also interfaces that combine the best of both worlds. An example of the sort of generic interfaces are the ones that the Rig Blaster folks produce. There's several different models which have various features. I don't sell these, so I'm not going to go into too much detail, but this is one option. And also the boards that WB2RAM and G4CDY produce, which come in several varieties. HUVA3TO also makes an excellent interface board, which also has a built-in DTMF detection circuit and a little prototyping area for adding your own components. But you can also homebrew one. Myth and fact about internet linking. The first myth that I often hear is that VoIP would be completely useless in an emergency because it relies on the internet, and everybody knows the internet would go down in an emergency. Well, there's a couple of problems with that statement. First of all, the internet has actually been designed to be extremely fault tolerant. I think the U.S. Defense Department did most of the early research in the internet and have designed it to survive all kinds of natural disasters and unnatural disasters. The second issue is, if you think about it, a lot of public service communication or disaster communication that goes on is not specifically in the affected area. And I think the way I put it here is that internet service is often still available close to a disaster area, if not immediately in it, with ham radio often providing the sort of last mile communication in and out of the affected area. And this is an example of us using all of our skills for the best advantage. Our communication, RF skills, our ability to deploy mobile and portable units to a disaster area, but also our ability to interconnect those systems in such a way that we can achieve better communication. And I think that Echolink and IRLP have already proven their effectiveness for disaster communications. The second myth is internet linking is all fine and good, but it's not legal. The fact is that in nearly every country, internet links are legal if they're operated in a legal manner. So it's important to understand the rules and regulations of the country in which you live and apply them to the internet node that you're setting up. The major systems do offer mechanisms to help operate the link within regulations. For example, in the U.S., the ability to use remote control over a wireline or RF control link is built into the software. The third myth, and we don't hear it quite as often as we used to, but that this is just bad for ham radio because this is not radio. My answer to that is that internet linking promotes interest in amateur radio and extends its capabilities. It does not replace them. Integration with other communications technologies, I think, is going to be extremely important to amateur radio in the 21st century for this service, this hobby of ours, to remain vital and remain relevant. It's going to be very important for us to adopt communications technologies that can interoperate with amateur radio. The thoughts of the man behind Echolink, Jonathan Taylor, K1RFD, excerpted from his 2004 Dayton Hamvention presentation. Okay, this presentation is a bit dated, going back 14 years. This is just a crass way of announcing that the RAIN archives now go back to the beginning of 2004,
more than 2 years further back than ever before. Check out the extended archives on therainreport.com. The Rain Report is copyright 1990-2018 Rain. All rights are reserved. This hamcast generally updates Saturday morning on therainreport.com and Saturday evenings on shortwave station WTWW from Lebanon, Tennessee, on around 9 p.m. Central Daylight Saving Time on 5085 kHz. I'm Will Rogers, K5WLR, bidding you very 73 from The Rain Report, a weekly hamcast of the Radio Amateur Information Network. Keep on hamming! Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 38 des Deutschen Amateurradioclubs für die 38. Kalenderwoche 2018. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Radio DARC, Ausstrahlung über Bürgerradios. Zweites AFU Barcamp am 3. und 4. November, da sind jetzt Anmeldungen möglich. AMSAT DL Mitgliederversammlung und Symposium 2018 ist ein weiteres Thema hier bei uns im Deutschlandrundspruch. WAE 70, da sind jetzt neue Diplomausgaben verfügbar. Dann haben wir einen Nachbericht von der Maker Faire 2018 in Hannover. Dann werden Tipps und Tricks Beiträge für die CQDL gesucht. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch, Radio DARC, Ausstrahlung über Bürgerradios. Regelmäßig wird Radio DARC inzwischen zusätzlich zur Kurzwelle im 49-Meter-Band auf 6070 kHz auch über diverse Bürgerradios im UKW-Rundfunkband, auf DAB Plus und im Internet ausgestrahlt. In Hamburg startete diese Ausstrahlung am 11. September. Wie festzustellen ist, werden über dieses Medium weitere interessierte Personen erreicht. Radio DARC ist so auch in Stereo und für die Hörerinnen und Hörer zu empfangen, welche wegen des hohen Störpegels in den Ballungszentren sogar Rundfunksender auf Kurzwelle nicht mehr ungestört hören können. Einen Personenkreis außerhalb der Funkamateurgemeinschaft zu erreichen, ist sicher auch unter dem Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit für dieses spannende Hobby sehr bedeutsam. Radio DARC wird am Sonntag, den 23. September, um 11 Uhr auf 6070 kHz zusätzlich über das Bürgerradio in Hamburg berichten. Jörg, Delta Mike 4, Delta Lima, organisierte die Zusammenarbeit von Radio DARC mit TIDE 96.0 in Hamburg und hält sich für Anfragen weiterer Ortsverbände und Distrikte bereit. Er ist per E-Mail erreichbar. Darüber berichtet Ulrich Fenner, Delta Lima 2, Echo Papa. Zweites AFU Barcamp am 3. und 4. November, Anmeldung jetzt möglich. Informative Veranstaltungen kann man unterschiedlich organisieren. Die Formate Messe, Schulung und Konferenz sind im Amateurfunkbereich alle längst etabliert. Neu hinzu kommt derzeit ein noch recht junges Konzept, das Barcamp. Ein Barcamp ist eine Veranstaltung, die in der Regel ein breites Themenspektrum abdeckt. Das Programm entsteht erst vor Ort, während des Barcamps und berücksichtigt die Wünsche und Bedürfnisse der anwesenden Teilnehmer. Typisch für ein Barcamp ist eine ganz besondere Mischung aus Wissenstransfer, Diskussion, Neugier und Erfahrungsaustausch. Im vergangenen November fand das Experiment statt, ein Barcamp erstmals in Deutschland für unseren Amateurfunkbereich anzubieten. Das Experiment glückte. Das Barcamp war ein Erfolg und hat den Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass schon am Ende der Veranstaltung der Termin für die Wiederholung festgelegt war. Ein Bericht über dieses erste AFU Barcamp findet sich in der CQDL Ausgabe 2 2018 auf Seite 70. Nun steht die Wiederholung ins Haus. Das zweite deutsche Amateurfunk Barcamp findet am 3. und 4. November in Strausberg bei Berlin statt. Detaillierte Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich im Internet. AMSAT DL Mitgliederversammlung und Symposium 2018. Das diesjährige AMSAT DL Symposium und die Mitgliederversammlung der AMSAT DL e.V. finden am Samstag, den 29. September statt. Tagungsort ist das Hauptquartier der AMSAT DL im Radom des Institutes für Umwelt- und Zukunftsforschung, kurz IUZ, in Bochum.
Die Vorträge zu den Themen Esero Germany in Bochum, Aktuelles zum Start von Eschailsat 2 und zu Meginasat, dem ersten CubeSat eines deutschen Gymnasiums, beginnen ab 9.30 Uhr. Nach der Mittagspause folgt die Jahreshauptversammlung. Die gesamte Veranstaltung ist auch offen für Nichtmitglieder. Das detaillierte Programm und eine Anfahrtbeschreibung sind im Internet zu finden. WAE 70, neue Diplomausgaben verfügbar. Seit gut einem Monat ist es möglich, das Sonderdiplom 70 Jahre WAE zu erarbeiten. Insbesondere die höheren Diplomklassen sind sehr anspruchsvoll. Vor einigen Tagen wurden die ersten Diplome über das DCL, das ist das DARC Community Logbook, ausgegeben. Das Diplom mit der Nummer 1 ging an Delta Delta 0 Victor Uniform in der Klasse Mixed Bronze. DD0VU legte mit dem ersten Silberdiplom gleich nach. Bis zum vergangenen Wochenende wurden mehr als 10 Bronzediplome und einige Silberdiplome in den Sendearten Mixed, FT8 und Digital ausgegeben. Wir sind gespannt auf die ersten Anträge in CW bzw. SSB. Da in den vergangenen Tagen Stationen aus 3 Alpha, Oscar Yankee, OJ0, Tango Alpha 1, 4 Oscar, Sierra Victor 5 oder Sierra Victor 9, die sicher zu den nicht ständig präsenten Diplompunkten zählen, gearbeitet werden konnten, besteht vielleicht irgendwann die Chance, dass auch ein Golddiplom dabei sein wird. Das Referat DX denkt inzwischen konstruktiv über den Vorschlag nach, den Zeitraum für den Diplomerwerb um 15 Tage bis einschließlich WWDXCW zu verlängern. Informationen zum Sonderdiplom und zur Aktivität von Delta Juliet 70 Whiskey Alpha Echo DJ70 WAE gibt es auf qaz.com. Nachbericht von der Maker Faire 2018 in Hannover. Am Wochenende vom 14. bis 16. September fand die Maker Faire Hannover statt. Der Ortsverband Hannover, Hotel 13, hatte seinen Pavillon im Freigelände des Kongresszentrums Hannover aufgebaut. Dort wurde fleißig Funkbetrieb auf allen Bändern vorgeführt. Die Kinder konnten ein Morse-Diplom erwerben, wenn sie nach kurzer Übung ihren Vornamen fehlerfrei geben konnten. Ein Hingucker war wieder die Rollator-Mobilstation von Armin Delta Oscar 4 Alpha Hotel Whiskey. Der Distrikt Niedersachsen, Distrikt Hotel, hatte seinen Stand in der Halle. Dort war Funkbetrieb nur auf kurzer Distanz möglich. Der Distriktsvorstand wurde bei der Arbeit auf dem Stand von Mitgliedern der Ortsverbände Hildesheim, Hotel 15, Laatzen, Hotel 47, Hannover Schwarzer Bär, Hotel 48 und Hannover Hohes Ufer, Hotel 65 unterstützt. Der Lötstand war ständig umlagert. Jedes Kind, aber auch jeder Erwachsene, der sich einen elektronischen Würfel zusammenlöten wollte, konnte zum Schluss auch ein funktionsfähiges Exemplar mit nach Hause nehmen. Auch im nächsten Jahr wird der Distrikt Niedersachsen wieder in Hannover bei der Maker Faire dabei sein. Sie findet 2019 am 17. und 18. August im Kongresszentrum Hannover statt. Darüber berichtet Carsten Hettenhausen, Delta Charlie 7 Oscar Sierra. Tipps und Tricks-Beiträge für die CQDL gesucht. Die Redaktion CQDL sucht für ihre tägliche redaktionelle Arbeit bei der Hefterstellung der CQDL technische Tipps und Tricks-Beiträge. Diese Artikel haben typischerweise eine Länge von 500 bis 3000 Zeichen inklusive Lehranschläge plus etwa ein oder zwei Bilder. Die CQDL lebt von den Beiträgen der Mitglieder, getreu dem Motto von Funkamateuren für Funkamateure. Abgesehen davon, dass Sie als Leser die inhaltliche Information und Autor, ein kleines Honorar, davon profitieren, haben auch die Redakteure etwas davon. Diese Textpassagen werden immer dann abgedruckt, wenn ein großer Artikel nicht seitenfüllend aufgeht und ein Tipps- und Tricks-Beitrag das Layout füllen kann. Daraus resultiert natürlich auch, dass eine gewisse Wartezeit bestehen kann, bis solch ein Kurzbeitrag zum Zuge kommt. Haben Sie interessante Ideen aus der Bastelpraxis zur Hand? Haben Sie zum Beispiel ein Handmikrofon in ein Stück PVC-Rohr eingebaut? Haben Sie eine einfache Drehhilfe für SMA-Stecker gebaut? Wir freuen uns über Ihre Beiträge an Redaktion CQDL, Lindenallee 4 in 34225 Baunatal. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Autorenhinweise, die Sie auf der DARC-Webseite speziell unter Allgemeine Autorenhinweise finden.
Aktuelle Conteste. An diesem Samstag, am 22. September, da veranstaltet die AGCWDL wieder einen VHF-UHF-Contest in CW auf 2 Meter und 70 Zentimeter. Und am 24. September, da findet in den Niederlanden der DIG Papa Alpha Contest statt. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL Ausgabe 9 2018 auf Seite 60. Der Funkwetterbericht vom 18. September, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 10. bis 17. September. Die Sonnenaktivität war im gesamten Berichtszeitraum sehr niedrig. Die nur 2 Tage bestehende Region 27-22 produzierte am 11. September einen B1-Flare, bevor sie sich am Tag darauf auflöste. Die bei 2,8 GHz gemessene Radiostrahlung der Sonne, der solare Flux, betrug konstant 69 solare Fluxeinheiten. Das Funkwetter wurde, wie in den Wochen zuvor, nur vom Sonnenwind geprägt. Dieser blies manchmal intensiv mit bis zu 755 km pro Sekunde. Normal sind ca. 300 km pro Sekunde. Es gab dennoch einige ungestörte Zeitfenster am 12., 15., 16. und 17. September, in denen die Bänder 40 und 30, aber auch 20 Meter DX-tauglich waren. Es gab brauchbare DX-Öffnungen in den Dämmerstunden auf den Bändern 60, 80 und 160 Meter. VK und ZL waren auf 40 Meter sicher erreichbar. Insgesamt lagen aber die Ausbreitungsbedingungen kurz vor dem Herbstanfang unter unseren Erwartungen. Vorhersage bis zum 24. September, die Sonnenaktivität bleibt unverändert sehr gering, sodass die Fluxwerte bei knapp 70 Fluxeinheiten verharren werden. Ein deutlich gestörtes Erdmagnetfeld erwarten wir am 23. und 24. September. Für die anderen Tage sind nur geringe Störungen vorhergesagt. Morgens bis zu unserem lokalen Sonnenaufgang kann man an ungestörten Tagen auf allen Bändern zwischen 160 und 30 Meter DX-Stationen arbeiten. 20 Meter öffnet gegen 6 Uhr UTC. In der Abenddämmerung überraschen hin und wieder gute Ausbreitungsbedingungen in Richtung Japan und Südostasien. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.17 Uhr, in Ostaustralien um 20.17 Uhr, in Westaustralien um 22.12 Uhr, in Singapur um 22.55 Uhr. In Tokio, in Japan, dort geht die Sonne auf um 20.25 Uhr Weltzeit. Auf Hawaii um 16.18 Uhr. In Anchorage, in Alaska, dort geht die Sonne auf um 15.30 Uhr UTC. In Johannesburg, in Südafrika um 4.02 Uhr. An der USA-Westküste in Kalifornien um 13.54 Uhr. Auf den Falklandinseln um 9.55 Uhr. Und in Berlin, in Deutschland, geht die Sonne um 4.44 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 23 Uhr, USA-Westküste 2.13 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21 Uhr und 1 Minute Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 21.47 Uhr, auf Hawaii um 4.31 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 4.09 Uhr Weltzeit. In Johannesburg in Südafrika um 16.02 Uhr. In Neuseeland um 6.13 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 17.15 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte diesmal mein Kollege Thorsten Schmidt, Delta Oscar 1, Delta Alpha Alpha vom Amateurfunkmagazin CQDL. Wenn Sie Meldungen für den Deutschland-Rundspruch haben, also Infos und Beiträge mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Beiträge gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail, bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich zum E-Mail-Abo des Deutschland-Rundspruchs jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und sagen AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Macias, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7.
4 0 5 1 2 7 4 8 9 7 Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.